oplossingen in dit tijdsgevricht om te kijken naar de nieuwe toekomst is met name het realiseren dat je het met elkaar zult moeten doen. Ik geloof niet dat de overheid heel erg hard moet ingrijpen, met name in de vastgoedsector, in kantoren en dat soort zaken. Dat moet uit zichzelf weer herstellen naar een natuurlijk evenwicht. Dat is er nu niet. Dus je moet wel die adem hebben om dat op termijn te kunnen. Transformaties helpen, alleen wel in de gebieden waar ook de verkleuring van mogelijk is. En ook dat is gelimiteerd. Verder denk ik dat de gebieden in de Randstad, met name op termijn de macro-economische factoren zo goed zijn dat ze daar wel dienen wel uitkomen. Daarbuiten, krimpgebieden, dat soort zaken, dat zijn echt locaties waar het echt heel erg moeilijk is. Oplossingen zijn met name dus investeren in gebieden waarvan je voelt dat naast kantoren ook wonen mogelijk is. Dat je meer een vermenging krijgt dan alleen maar de monofunctionele gebieden die er nu zijn. Ik heb geen pasklaar antwoord op de goede oplossing. En ik zou dat ook niet willen hebben. Omdat ik denk dat er nu met het stilvallen van die investeringen een periode aanbreekt waarin nieuwe werkwijzes gevonden moeten worden. En ik denk dat dat dus een zaak is van marktpartijen, burgers en gemeentelijke overheden gezamenlijk. Dus ook al zou ik het willen, ik denk niet dat het goed zou zijn om nu pasklare oplossingen te verzinnen. Omdat ik denk dat alle pasklare oplossingen die op dit moment verzonnen worden op de oude voet voort zullen gaan. En het gaat er juist om dat er nieuwe werkwijzen gevonden moeten worden. En daarvoor zijn experimenten nodig. En daarvoor moet je tijd hebben. Als je de koopmarkt wil laten functioneren zoals die bedoeld is, namelijk dat er tussen een koper en een verkoper een goede afspraak wordt gemaakt. En dat het niet gaat over van dat je uiteindelijk een woning koopt om er later geld mee te verdienen. Of een gemeente die grond uitgeeft en hoopt dat de grondwaarde stijgt. Ja, dan moet je echt over hele lange termijn denken en dat moet je vol blijven houden. En dat is heel lastig op het moment dat dingen slecht gaan. De bouwsector is in elkaar geklapt en die vraagt ook aan ons van wat gaan jullie nou doen, want we zitten in een crisis. Als je daar maatregelen gaat treffen die weer haaks staan op je systeemverandering, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus het is ook een kwestie van volhouden. Ik vind dat dit kabinet op zichzelf de goede koers heeft ingeslagen. Dit is het eerste kabinet waar daadwerkelijk de woningmarkt aan het hervormen is. Je kunt kanttekeningen plaatsen bij de concrete maatregelen, bij de maatvoering daarvan. Maar de hoofdlijn is denk ik een hele goede.